Jan Westerveld van de commissie, maar dat heeft je al gehoord. Ik heb nog een collega ergens in de zaal zitten, Jan Turkenburg. Jan, waar zit je? Hier. Jan, we zitten daar aan de bar. We zijn nog vaker kwijt, dat jij doet. En dan hebben we ook nog Esther. Kijk, Esther zit daar. Dus als je straks ook nog meer wil weten over het verhaal dat ik met u ga delen, en eigenlijk wat wij samen gaan delen, dan weet u wie u moet aanschieten. Kijk, wat dacht u van, zijn er ook moeders in de zaal? Geen moeder, nog een moeder. Wat zou u belangrijk vinden bij het overdragen van het bedrijf? Geen idee, hè? Volgens mij zijn er veel meer moeders in de zaal, hoor. En daar willen we graag gewoon vrijblijvend is antwoord geven, hoe zit dat nou voor uw gezin, voor uw familie? Maak daar gebruik. Dank u wel. Welkom allemaal, bedankt dat we hier mogen zijn. Wat we gaan met u doen vanmiddag. Wim en ik gaan u meenemen door, ja, wij noemen dat ook wel een wake-up call. We gaan deel hebben over de singulariteit, Wim, over de belang van innovatie. En ik sluit nog even af met wat business trends. En het gaat in een vrij rap tempo. De presentatie wordt gedeeld, dus jullie kunnen het ook nog een keertje. HoloLens is an AR headset. It's got transparent lenses so you can see the environment around you, but it can also project images on those lenses, creating the illusion of a freestanding, three-dimensional hologram in your physical space. Wat doet HoloLens als jij een bril op hebt hier? En stel dat deze helft zo'n bril op heeft en deze helft niet, dan zou ik hier als een hologram kunnen staan en dan zien jullie mij niet. En de ander ziet mij wel. Maar stel dat je thuis ook zo'n bril op hebt, dan kan je gewoon meedoen in deze ruimte. En dit is geen toekomstmuziek. In januari wordt die uitgeleverd aan programmeurs om te gaan ontwikkelen wat er van aangekomen is. Is dat, als dit ding nou weet dat ik morgen om 7:30 wakker moet zijn, sorry, als ik om 7:30 wakker moet zijn, en ik heb een moderne wekker, dan zet ik hem om 7:30 en nou, echt een geweldige uitvinding. Ik ga precies om 7:30 af. Maar die houdt geen rekening mee of ik in mijn diepe slaap, mijn remslaap of in mijn lichte slaap zit. En als ik in mijn diepe slaap om 7:30 morgenochtend gewekt word, terwijl ik geen wijn en ook geen 3 uur dubbele espressos heb genomen, dan voel ik me de hele dag niet fit. Als dit ding weet dat ik om 7:30 wakker moet zijn, uiterlijk, en hij weet om 7:50 dat ik in mijn lichte slaapfase ben, dan gaat hij dan af. Dan heb ik effectief 40 minuten minder geslapen, maar dan ben ik de hele dag top fit. Ik probeer altijd af te sluiten met Deepak Chopra, die zegt dat zo mooi. Als dit inspirerend was en je hebt wat informatie gekregen, dan pas wijsheid als je de tijd, energie, aandacht en intentie aan toevoegt. Dat als morgen gewoon je agenda weer vol loopt en overmorgen al je takenlijstjes weer afgevinkt moeten worden, dan moet je oppassen voor je eigen Kodak-momentje. Dank jullie wel.